vandaag? Prima, prima. We hebben fantastisch mooi weer om te lopen. Voor het publiek is het dat we doen wat minder met die harde wind, maar voor ons is het fantastisch. Zoals al jaren op de tweede dag van de Vierdaagse wordt Roze Woensdag gevierd. De hele binnenstad kleurt dan roze en iedereen is in de kleur roze uitgedost. De lopers worden binnengehaald met veel muziek en gejuich, waardoor de laatste meters net iets minder moeizaam gaan. Wat zeg ik dan? Is het goed vol te houden zo? Ja, een beetje gevoelige voeten, maar voor de rest gaat het wel. En helpt dat nou al deze mensen aan de kant? Ja, subliem. Echt een mega festijn. Wat geeft dat voor gevoel dan, al die mensen? Kippenvel. Ja, dat helpt je gewoon. Helpt je gewoon echt er doorheen. Heeft u het zwaar gehad vandaag? Ja, sommige momenten wel. Maar dat heb je elke dag. Vanaf de Hertogstraat liepen de wandelaars via het Faberplein naar de wedren, waarmee ze op de helft zitten van 4 dagen wandelen. U bent nog lang niet moe, volgens mij. Nee hoor, ik ben nog helemaal niet moe. Nee, nog lang niet. Hoe kan dat? Ja, sfeer hè. Lopen doe je met je voeten, maar de geest die maakt uit of je moe wordt, ja of nee. En dat is nog lang niet zo. Thuis loop je ze veel moeilijker 40 kilometer alleen. Of met een paar maanden. Wat doet dat dan met u als al die mensen hier aan de kant staan te juichen? Nou, je krijgt er een goed gevoel van. Je denkt dat je iets geweldigs doet. Want zo lijkt het natuurlijk. Ja, leuk. Jij bent veel te mooi om in je eentje naar huis toe te gaan. Jij bent veel te mooi. Jij bent veel te mooi. Om in je eentje te droom. Als het mag neemt, zo trek jij aan de mannen steeds aan. Daarom laat ik jou in je eentje niet gaan.